Hi, Angelique hier. Dit wordt een dagboodschap op woensdag, of voor woensdag 13 november. Let wel, ik zeg deze datum, maar als je hem op een andere datum bekijkt, gaat hij vast nog wel resoneren. Dus bind me er niet op vast. In ieder geval bedankt voor de lieve berichtjes, de likes en de abonnees. Ben je nog niet geabonneerd? Het is kosteloos, dus het kost je niets. Alleen een druk op de rode knop. Ja, en ik ben natuurlijk bezig met een actie nog steeds. Wat mag je gaan doen? Abonneer, like, deel en onder in de comments wat je maar wilt om kans te maken op een basisreading. Ja, we gaan eens kijken. Ik heb al een kaart uitgeschud en dat is de kaart van balans. Grappig, want we zijn op woensdag een balans. Een balansdag. Nee, balans is dit. En het is het teken van vuur, dus een vuurelement. En ik hou hem even zo, dan kunnen jullie de kaart even goed bekijken. Het zegt eigenlijk over transformatie. Dus de kracht om in je kracht komen te staan deze dag of deze dagen. En het zelfoordeel wat je hebt over jezelf eigenlijk te transformeren naar zelfrespect. En op avontuur gaan dus echt ook een creativiteitkaart ook wel soms. Hè? En wat deze kaart nog meer zegt over balans is persoonlijke ontwikkeling in balans brengen. Dus waarschijnlijk sta je ook op groei, maar het is ook belangrijk om een soort van balans te vinden tussen de groei, dus ruimte daarvoor te maken, maar ook ruimte te maken voor anderen. Dus niet alleen maar te storten op hetgeen wat je graag wilt, maar ook rekening houden met dat andere mensen ook nog een soort van aandacht verdienen of nodig hebben. Oké, duidelijk. Ik ga eens kijken wat ik nog mag ontvangen van de grote arcana. Eens kijken wat ik daarvan. Waar sta je vandaag? Wat is de energie? De volle nieuw pad, oké. Ik heb onder op de duivel, dus wat ik al zei, overmatig werken, denken, probeer een balans te vinden. Maar de voel zegt natuurlijk iets, een nieuw pad op avontuur gaan, dat is echt deze kaart. Dus alle ervaringen die je hebt, een heel nieuw begin, staat voor je klaar. Dus, en de voel zegt ook een leap of faith nemen, hè? Een stap nemen, durven om op avontuur te gaan. En dit ook met zelfrespect natuurlijk. De weg ligt helemaal voor je open, want de voel is natuurlijk een nul, is in het nu leven, dus probeer dat ook te doen. Hè? Maar probeer ook de angsten en de transformatie die je hebt meegemaakt, want waarschijnlijk sta je weer voor een nieuw pad, een heel nieuw avontuur, iets wat spannend kan zijn. Maar probeer daar wel van te genieten in de tussentijd, want het gaat je waarschijnlijk heel ver brengen. En ja, allemaal nieuwe dingen ontdekken en ervaren, heel mooi eigenlijk. Eens zien, wat mag ik nog meer? Deze. Oké. Balans. Echt zo. Zoek een balans tussen harmonie met jezelf en ook met anderen, maar ook tussen je persoonlijke groei. Dus er is iets gaande wat misschien uit balans is. Dus misschien ben je heel erg gefocust op hetgeen wat jij wil gaan doen. Dus op avontuur gaan met transformatie. Maar, en met groei natuurlijk. Of balans, sorry. Maar het is belangrijk echt, ja, dualiteit. Dus probeer wel voor jezelf ook rust te vinden van, oh, nu doe ik dit en dan ga ik stoppen en dan neem ik tijd voor dat. Dus probeer dat wel een beetje in de gaten te houden. Want het kan zijn dat je soms te enthousiast bent over hetgeen wat je graag wil gaan bereiken. En daardoor kan het zijn dat je jezelf voorbij loopt. Of misschien anderen voorbij loopt. En geen aandacht hebt omdat je zo gefocust bent op één ding. Dus, en ook de harmonie in jezelf. Hè? Dat is heel belangrijk. Zo. Ja, ik vind het een enge kaart. Het moet mij laat mij denken aan de It. En ik vind de It helemaal geen... Nou, niks aan. Ik wou iets heel anders zeggen. Geen moer aan. Nee, ik vind clown niet zo fijn. Waarom, weet ik niet. Misschien een trauma. Nee, ik weet niet. Ik vind de It... Dus ik doe even zo... Foep. Aan zijn beentjes.
Nou goed, we gaan eens verder kijken. Wat mag ik nog meer ontvangen? We hebben deze kaarten gehad. Ik wil eens kijken wat ik met de Shadows and Light orakel deck mag ontvangen. Wat mag ik meegeven? Two Little Witches. Ja, Magical Space Clearing Time. Oké, kijk hoe verdrietig deze. Binnenkort misschien toch een ander deck. nummer 30. Ik ga eens kijken wat ik mag ontvangen van deze energie. Even kijken. Hier. Ja. Ja. Ja, wat betekent dat? Ik zie wel wat, maar... Oh, kijk. Hier is de andere. Ja, het staat eigenlijk van... hoe kan je eigenlijk ruimte maken? Wat werkt voor jou? Het is eigenlijk belangrijk om... iets of in je huis eigenlijk... of op te ruimen... Of misschien dat je van locatie kan gaan veranderen. Dus iets kan creëren op een andere plek. Ja, dus het gaat over wat voor spullen dienen er nog en wat niet. En wat geeft jou herinneringen, wat niet. En wat voor energie hangt eraan. Daar gaat het een beetje om. En ja, er is iets wat jou, wat houdt jou tegen om bepaalde dingen of op te ruimen of anders neer te zetten. Dus het gaat eigenlijk over verandering waarin jij het lastig vindt om die door te gaan. Omdat er bepaalde, ja, een herinnering aan zit. Maar Spirit zegt, het is eigenlijk tijd om die verandering door te maken. Ook al is het eigenlijk... lastig, maar wat heb je nodig en wat niet? Wat dient en wat niet? En waar hik je al heel lang tegen aan, wat eigenlijk wel weg kan, maar wat jij lastig vindt om op te ruimen? Daar gaat het. Dus het gaat weer ook weer een beetje over verandering. Dus en soms weet je niet eens waar bepaalde dingen, dat ze er nog staan, omdat het zo'n gewenning is. Maar ga eens wat dingetjes veranderen. Dus het gaat eigenlijk in je huizen, hoe je bepaalde energie op... spulletjes anders kan neerzetten of wegdoen, zodat je weer wat ruimte en andere energie in jouw omgeving krijgt. Oké, duidelijk. Ik moest even zoeken, want ik vond niet echt iets waarvan ik dacht van nou, dat is heel duidelijk, maar dit is heel duidelijk. Oké, dus bepaalde spulletjes, veranderingen, balans vinden van wat past nog bij mij en wat niet, wat geeft mij energie en wat niet. Dus dat is een beetje wat ermee wordt bedoeld. Dus ja, een beetje verandering doormaken. En dat kan soms lastig zijn, hè? Breathe heb ik hier. Ja, je body en je ziel, dus je lichaam en je ziel. Het is een connectie vanuit binnen en van buiten. Het is belangrijk om je te connecten met het universum. En belangrijk ook om in het nu te leven. Ja, dus het is ook belangrijk om jezelf eigenlijk één te voelen met jezelf, maar ook met het universum, met je body, mind en soul. Dus met je hele wezen eigenlijk in het nu te zijn en ook te waarderen dat je er bent. Die transformatie zie ik hier weer met die prachtige vlinder. Dus ja, je bent ook een source van het divine, hè? En alles en iedereen is met elkaar geconnect. Dus wees daar ook van bewust. Dus je bent geconnect met iets veel groters dan jezelf, staat hier. Oké. Wat kan je zelf nog afvragen vandaag? Ja, je kan eigenlijk geen fouten maken. Er zijn bepaalde mogelijkheden die voor je klaar liggen.
En waar is je hart jou naartoe aan het leiden? Misschien, prachtig is die kaart, hè? Mooi bij mijn muurtje. Maar probeer rustig te ademen. Probeer inderdaad bepaalde dingen te veranderen in je huis. Zodat je ook weer misschien wat meer ademlucht krijgt. Misschien zie je bepaalde dingen niet meer, omdat je eraan gewend bent. Dus ruim misschien bepaalde dingen op, zodat je ook weer dingetjes kunt vinden die je misschien kwijt was. Waarvan je niet eens wist dat je ze meer hard had. Dus echt ook daar een balans in vinden. Wat dat ook mag zijn. Maar ja, een beetje opruimen hier en daar. En ook weer wat meer ruimte creëren voor jezelf. En voor anderen misschien. Oké. Wat mag ik nog van de boodschap van de dieren doorgeven? Oeps. Dat zijn er twee. Oh ja, numerologie zou ik ook nog doen. Ga ik ook nog even doen. Dan ga ik daarna door met de boodschap. Van de dieren. Wat mag ik nog meegeven? Synchroniteit. En verandering. Kijk, verandering heel belangrijk. Balans, verandering. Surrender. Ja, dus er is een verandering op weg. Let ook op synchroniteit. Spirit stuurt je bepaalde tekens op je pad. En er is een hele grote verandering gaande bij je. Ja. Ja, dus je kan eigenlijk een onverwachte verandering verwachten. Ja, en denk dat het, zie ook dat het leven een avontuur is, net als deze vuurkaart. Hè? Dus dat betekent ook eigenlijk innerlijke transformatie, je kracht komen te staan. Dus dingen aanpakken, actie te nemen. Ja, een avontuur met deze kaart. En tussendoor ook... ja, dingen in balans houden met jezelf, in je huis en met andere mensen. En dat kan pittig zijn, maar je zal zien dat dat voor jou wel heel veel rust gaat opleveren. En ja, wees ook blij met alle mogelijkheden die er op je pad komen. Je dromen bijvoorbeeld die je heel graag wil gaan verwezenlijken. En daarin is synchroniteit ook een hele... speelt daar ook bij een hele grote rol. Dus let ook op tekens, op getallen, op nummers, op liedjes die je hoort. Voor iedereen kan dat weer verschillend zijn. En nu de boodschap van de dieren. Wat mag ik nog meegeven? Ja, het hert. Neem de leiding. Kijk dan, echt een vuurkaart ook. Kijk, en dit is de... kaart nummer 19, dus weer een afsluiting en een nieuw begin. Dit is ook de kaart die voor op het dek staat, op het doosje. 19. Even kijken. 18. 19. Of het nu wel of niet een bewuste intentie is om de leiding te nemen, je kunt je plots geroepen voelen om op de voorgrond te treden van je leven en initiatief te nemen. De boodschap van het hert herinnert je eraan dat het nu tijd is om gehoor te geven aan de oproep. Om overtuigd, sterk en medelevend te zijn. Anderen zullen naar jou kijken voor leiding. En je hebt het in je om het, net als het hert, vol vertrouwen rond te lopen. Pak nieuwe verantwoordelijkheden en toon integriteit bij alles wat je doet in al je relaties. Wees bereid het beste in anderen te zien, zodat je hart vol compassie je op het rechte pad houdt. De spirit van het hert wil dat je weet dat je nu ook verantwoordelijkheden hebt naar jezelf toe. Want je leert en ontwikkelt nieuwe vaardigheden. Het beste komt naar je maar boven als je krachtige stappen vooruit neemt. Wetende dat spirit je steunt terwijl je met compassie de leiding neemt. Je staat nu model voor transformatie en je deelt je kracht, ervaringen en hoop met anderen. Zodat ook zij kunnen groeien en het beste in zichzelf kunnen ontdekken. Wat een geschenk ben jij. Blijf nederig en authentiek en voeg daad bij woord. Want dat is hoe een goede leider de leiding neemt. Wauw. Dus ja, balans, verandering, synchroniteit... actie nemen, maar wel ook tussendoor ademen. Het is heel wat natuurlijk, want als je de leiding neemt, heb je natuurlijk heel veel verantwoordelijkheden voor jezelf, maar ook natuurlijk naar anderen toe. En daar, om daar een weg in te vinden, is het dus ook belangrijk om alles aan te pakken wat je kan, maar
ook bewust na te denken over de relaties met andere mensen. Hoe kan je dat goed aanpakken? Hoe kan je voorkomen dat niemand tekortschiet? En ook niet jezelf, maar ook anderen niet. Dus ja, dat zijn allemaal best wel pittige dingen op een woensdag. Nou ja, goed. Dit is wat ik voor jou heb, lieve mensen. Ik wou een sterrenbeeld noemen, maar ja, dat doe ik natuurlijk nu niet. Ja, wil je meedoen met de actie? Abonneer, like, deel. En onderin de comments wat je me wilt. En dan zie ik jou snel weer. Joejoe!